Ik werd dus geïnterviewd door een Belgische journalist, ook over de Efteling. En die zei, ik kan het accent niet helemaal goed nadoen, maar alleen meneer Bos, realiseert u zich dat op het moment dat u met mij zit te praten, duizenden mensen op de Efteling naar uw muziek lopen te luisteren? Nee, dat realiseer ik me helemaal niet, maar het is wel ontzettend leuk om dat te bedenken. Zoals nu ook weer, we staan op de Efteling, duizenden mensen nemen kennis van wat ik een keer heb bedacht. Dat is ontzettend leuk. Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Naar Fabeltjesland. Wie kent er niet de Fabeltjeskrant, de Fabriek of Zeg eens A? Allemaal herkenbare tunes van televisie. De melodieën komen van de hand van Ruud Bos. Op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Naast zijn werk voor televisie componeerde hij ook voor film, theater en natuurlijk de Efteling. Zonder muziek was ik niks. Dat ben ik. Hè. Muziek is de taal die iedereen verstaat. En het is de mooiste kunstvorm die er is, vind ik zelf. Toen ik een jaar of 7 was, toen zat ik natuurlijk op de lagere school. En toen hadden wij de gewoonte op zaterdagsmorgens naar het gymlokaal te gaan. En daar, zoals ze dat noemden, vrij te spelen. Dus de juffrouw bedacht wat of wij bedachten wat. En er stond ook een piano. Dus ik had toen al een beetje pianoles. Dus al gauw was het van, Ruud, kun je wat spelen? En ik denk dat ik toen mijn allereerste deuntje heb bedacht. En die heb ik genoemd de karavaan. En ik ben heel erg van beeld en muziek samen. He? Een heleboel mensen kijken neer op programmamuziek. Die zeggen, nou, muziek hoeft niks te verbeelden. Dat moet je er zelf maar bij denken. Maar ik vind het wel leuk als het over de Moldau gaat. Of over de Grand Canyon. Of over de tuinen van Spanje. En ik had toen een verhaaltje bedacht over een karavaan. Die je heel in de verte hoort aankomen. Toen speelde ik heel zacht een melodietje. Die komt dan dichterbij en die trekt voorbij. En die trekt dan weer weg in de verte. En naarmate dus dat caravaan dichterbij kwam, begon ik sterker te spelen en dan weer zachtjes. Ik denk dat dat eigenlijk de kiem is geweest van mijn muzikale leven. Maar bovendien was mijn vader ook muzikant, pianist. En die studeerde dus heel veel piano thuis. Klassiek, Rachmaninov en Chopin en zo. En dat maakte toch wel een enorme indruk op mij. Mijn grootvader speelde ook heel erg aardig piano. Hij was een autodidact. En hij speelde alles in één toonsoort. Voor de kenner onder ons, hij speelde alles in de toonsoort D, twee kruisen. Maar dan speelde hij wel eens akkoorden, die gingen naar een andere toonsoort met meer kruisen. En dan zei ik, opa, waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Je kunt toch ook hetzelfde liedje in F spelen, één mol, of in C, geen mollen, geen kruisen? Nee jongen, ik vind dit prettig zo. Dus hij speelde alles in één toonsoort. Ik heb hem op hoge leeftijd, dat is ook een heel verhaal, dat zal ik een andere keer wel eens vertellen, opgezocht in Groningen. Daar was hij met zijn tweede vrouw. Zijn eerste vrouw was overleden. Hij was toen al dik in de 70. En dat wij op zijn appartement kwamen in Groningen. En dan liep hij bij een grammofoonplaat met een breinaald, liep hij door de kamer te dirigeren. Dus kijk, ik denk dat ik mijn talenten wel heel erg aan mijn grootvader en aan mijn vader te danken heb. Ruud werkte als pianist, arrangeur en componist voor onder andere Wim Sonneveld, Toon Hermans en Gerard Cox. Een muzikale duizendpoot, maar met een sterke voorkeur voor componeren. Ik doe wel eens een theaterproductie die muzikaal ontzettend leuk is om te doen. En dan denk ik, oh, wat is het toch heerlijk om piano te spelen. Maar wat altijd een extra dimensie geeft aan het componeren is dat je bedenkt iets. Hè? Dat zit in je hoofd. Dat kun je ook niet aan een ander uitleggen.
hoe dat gaat. Ik heb wel eens geprobeerd ook aan de hand van partituren en ik schrijf tegenwoordig op computer, hè, aan iemand te laten zien hoe dat gaat. En dan zeggen ze, oh ja, zeggen ze, maar nog begrijp ik dat het heel moeilijk binnenkomt bij mensen hoe dat in zijn werk gaat. Maar wat ik het mooiste vind is dat ik iets bedenk, dat ik dat opschrijf, dat dat dan verklankt wordt door een orkest en dat ik dan eindelijk live hoor spelen wat ik eerst in mijn hoofd heb gehoord. En als dat klopt en als dat mooi is en als ik daar zelf ook enthousiast over ben, ik denk dat dat toch wel de ultieme emotie is van het muziek maken. Als je voor een orkest schrijft, moet je van alle instrumenten iets weten. Je hoeft er niet zelf te kunnen spelen, maar je moet de omvang weten, de klank, de samenklank met andere instrumenten. Nee, dat is ontzettend belangrijk. Je hebt een omvang op een instrument en een alt-saxofoon gaat maar tot zover. En een sopraansaxofoon gaat toch wat hoger. Tenorsaxofoon weer wat lager. Baritonsaxofoon is het laagste. En dat is ook zo met de trompet en de trombone. Die hebben allemaal een bepaalde ligging, een bepaalde functie in een orkest. En dat moet je wel goed weten natuurlijk. Kijk, ik ben begonnen als pianist bij een cabaretgezelschap. Ik heb gesolliciteerd op een advertentie in de krant. Pianist gezocht voor nieuw op te richten cabaretgezelschap. Daar ben ik bij gaan spelen. Toen heeft een ander mij daar gehoord en gezien. Die dacht, goh, die kan aardig spelen. Die vragen wij. Dat was de revue van Jan Blazer en Joop Doderen. Toen hoorde Rudy Karel mij. Nou, die zei, god, Ruud, wil je bij mij spelen? Toen hoorde een televisieregisseur hoorde mij spelen. Die dacht, goh, die kan aardig spelen. Kan hij ook wat schrijven? En zo ontwikkel je je en gaat het balletje eigenlijk rollen. Begin jaren 80 was Joop Geesink bezig met de ontwikkeling van Carnaval Festival. Voor de muziek werd Toon Hermans benaderd, die op dat moment samenwerkte met Ruud als zijn vaste arrangeur. Nou, ik heb een theatershow met hem gedaan, daar heb ik muziek voor gearrangeerd. En ik weet eigenlijk niet of de opdracht voor Carnaval Festival via hem heeft gelopen of via de Efteling zelf. Maar in ieder geval, ik denk dat hij de opdracht heeft gekregen om iets te bedenken. Een melodietje. En dat ze mij, hij of de Efteling, mij hebben gevraagd om daar een arrangement van te maken en om het verder uit te werken voor de hele attractie. Ja, Toon die componeerde alles door tijdens wandelingen die hij maakte. Met zo'n voice recordertje. De fluiten of de neurieën, melodietjes. En dit melodietje liet hij mij dan ook via die voice recorder horen. En zei, denk je dat je daar wat mee kan? En die vraag heb ik bevestigend beantwoord. En dat thema wat Toon heeft bedacht en ook ingefloten op dat voice recordertje, wat ik toen hoorde, dat is natuurlijk maar heel basic. En dat heb ik uit moeten werken door middel van een arrangement. En door middel van een arrangement in verschillende stijlen, hè, soorten, muziek. Dat was wel vrij uitdagend. Ja. Toen zijn wij als eerste naar Joop Geesink gegaan, die de hele vormgeving van de attractie heeft gedaan. Die had natuurlijk weer tekeningen en schetsen. Dus Toon en ik zijn naar Amsterdam gegaan, hebben die schetsen bekeken. En toen heeft Toon het melodietje bedacht, toen heb ik de arrangementen gemaakt. En toen in de studio geprobeerd om iets te bedenken. Want je kent de attractie wel, je gaat van het ene beeldje naar het andere. Dus dat zijn steeds verschillende beeldjes met verschillende sferen. Maar je moet wel, als je zo'n nieuw beeldje inrijdt, die soort muziek die daarbij hoort, moet je horen. Dus het was voor mij nog een hele puzzel hoe ik dat technisch oploste. Dus bijvoorbeeld vanuit de Tiroler bergen door een tunnel naar de Kaarsmeisjes in Alkmaar, bij wijze van spreken. En ik weet eigenlijk niet meer hoe ik dat precies heb opgelost. Het heeft nog wel wat hoofdbrekens opgeleverd. Maar in de studio is het uiteindelijk toch gelukt via meer sporensysteem en via een technisch systeem hier in de Efteling wat betreft het afspelen. Om je inderdaad het gevoel te geven dat bij dit beeldje hoort dit soort muziek en dan bij het volgende beeldje hoort dat soort muziek. Dat was eigenlijk nog het meest ingewikkelde procedé. Thank you.
muziek is opgenomen in Vendel Sound. Ja, ook weer met een klein orkestje. Allemaal aparte arrangementen. Wat ik vertelde, in allerlei aparte sferen. Tirol, Oosters enzovoort. En voor al die atmosfeer een nieuw arrangementje maken en dat ook op die manier opnemen. Nou, ik denk dat mijn eerste kennismaking met de Efteling, voor, net als voor alle andere mensen, toch wel overweldigend is. Want wat je hier ziet, en ik vind ook de vormgeving van de Efteling zo bijzonder. En je hoort ook van mensen uit het buitenland die hier naartoe gaan, dat ze zo fantastisch vinden hoeveel aandacht er is besteed aan de hele ambiance. Bloemen en bomen en struiken en hoe mensen zich voelen als ze van de ene attractie naar de andere lopen. En ik herinner me nog wel dat dat op mij ook wel een grote indruk maakte. Voor de attractie Fata Morgana reisde Efteling-ontwerper Ton van de Ven naar Marokko. In Marrakesh deed hij inspiratie op en kocht authentieke requisieten voor de attractie. Ton wilde oorspronkelijk Arabische muziek gebruiken, maar dat bleek niet te werken. Zo werd opnieuw Ruud Bos gevraagd. Het ging altijd op dezelfde manier. Op audiëntie bij Ton van de Ven, die mij laat zien hoe hij denkt dat het in elkaar zit. Het hele gebouw natuurlijk, hè. Het Oosterse blikvanger. En dan hoe het er binnenaan toe gaat met al die scènes. Maar omdat ik hem zo goed vind in zijn vak, is het natuurlijk ontzettend makkelijk om daar nog iets leuks bij te bedenken. Omdat wat hij maakte was al zo beeldend. En hoe hij daarover vertelde, ja, dat is eigenlijk al het halve werk. Ja, en dan kwam ik bij Ton en toen zei hij, ja, ik vind het wel aardig, maar ik vind het iets te veel bonanza. Nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als je voor een Oosterse attractie muziek maakt die je aan cowboys doet denken, dan ben je niet helemaal goed bezig. Dus ik ben spoorslags naar huis gegaan en heb iets anders bedacht. En dat is dit uiteindelijk geworden. Ik heb altijd alles zelf gedirigeerd.
als je zo doet en het komt dan ook. En het klopt ook en het is zuiver en het is gelijk. En ja, dat is fantastisch. Mensen die denken van als ik me zo doe, dan gaat het orkest wel mee. Dat is niet zo. Ja, als een stukje in één tempo loopt, dan geef je de één aan, wat al moeilijk is. Verder kun je eigenlijk, hoef je niks te doen, want het orkest speelt wel door. Maar zodra je tempiewisselingen krijgt of verschillen in instrumentatie, dan is de dirigent van onschatbare waarde. Want die moet precies aangeven, nu zijn jullie aan de beurt. En nu moet het wat zachter. En nu gaat het wat langzamer. En nu gaat het wat sneller. Daar heb je absoluut een dirigent voor nodig. De muziek voor Fata Morgana werd opgenomen in de CTS-studio's in Londen. En dat was niet zonder reden. De reden waarom ik in Engeland ben gaan opnemen, en dat heb ik destijds opgepikt van Dick Bakker, was een technicus in een geluidsstudio. Eerst Soundpushing Blaricum, later Dureco in Weesp. Die componeerde ook, die nam ook muziek op en die nam dat op in Engeland, in Londen. En daar was ik heel erg enthousiast over hoe dat klonk. En toen vertelde hij mij hoe dat systeem daar in elkaar steekt. Kijk, in Nederland, als ik een orkest samenstel, tenzij het een bestaand orkest is, dan bel je de afzonderlijke muzikanten en daar vorm je een orkest van. Maar in Engeland besteed je het uit aan een zogenaamde contractor. En je vertelt hem wat voor soort muziek je wil gaan opnemen, uit hoeveel leden het orkest moet bestaan. En hij trommelt dan een orkest op. En dan ga je naar Londen en dan ga je met je partituur en je muziek ga je naar de studio. En dan zit het orkest te wachten die je nog nooit eerder hebt gezien en nog nooit eerder hebt gehoord. En die spelen jouw muziek. En er lag nog een ander motief aan ten grondslag om dat te doen. En dat was dat er is een tijd geweest in Hilversum dat de bomen tot in de hemel groeiden. Dat wil zeggen, er was zo verschrikkelijk veel werk dat... Er was natuurlijk een selecte groep van goede muzikanten. Die zaten 's morgens in de platenstudio. 'S middags zaten ze bij een televisieuitzending. 'S avonds zaten ze weer in een ander studio. Die renden met hun koffertje met hun muziek. En ze werd echt van hot naar haar om muziek op te nemen. En er trad op een gegeven moment een soort verzadiging op. Het ging te goed. Dus niet iedereen zat op iedere klus op het puntje van zijn stoel. En ze namen het ook wat minder met op tijd komen. Niet een mopje extra willen spelen, op tijd om koffie gaan zeuren, begrijp je wel. Dus ik had een opname voor een musical voor de televisie voor André van Duin. En ik had de studio afgesproken en muzikanten besteld. En ik zou om 10:00 beginnen en ik kom in de studio. Stond nog geen microfoon klaar, dat lag aan de studio. Er stond nog geen lessenaar klaar, lag aan de studio. Die muzikant kwam eens binnen, ja sorry ik heb me verslapen. Die kwam eens binnen met, hè, fijn. Maar iedere minuut dat de klok gaat, kost geld. Want je neemt een orkest aan voor een bepaalde periode en dat levert zoveel geld op. Maar als je binnen die bepaalde periode je kwantum muziek niet kunt opnemen, ga je over je tijd heen, dan moet je extra betalen. Dus daar had ik zo de balen van. Toen ik hoorde hoe dat in Londen toeging, dacht ik, dat is wat voor mij. Vandaar heb ik onder andere Muziek voor de Fabriek en Fata Morgana en nog een aantal andere producties heb ik daar opgenomen. Alleen met het oogpunt van iedereen is op tijd, iedereen zit 10:00 klaar, de microfoons zijn ingeregeld. Kwalitatief is het geweldig, want het zijn allemaal topmuzici. Dat is eigenlijk de reden geweest. Voor het 40-jarig jubileum van de Efteling werd er gewerkt aan de attractie Droomvlucht. Daarbij liet Ruud zich inspireren door de schetsen van Tom van de Ven. Ja, dat is met mij zo dat als ik dat zie, dan krijg ik al meteen klanken in mijn hoofd. Muziek, dus ik verbind al snel het auditieve met het visuele. En ik ben een paar keer op bezoek geweest bij hem, want ja, er moet natuurlijk diepgaand overleg plaatsvinden over het hoe en wat. En toen heb ik een demo gemaakt met een aantal ideeën, melodieën. In de studio op een simpele manier met piano en wat samples. Hè. Dat heb ik laten horen en dat viel in het pulletje. Dat paste wel bij wat zij in hun hoofd ook hadden. En vervolgens heb ik toen een paar keer een proefrit gemaakt.
en de muziek gecomponeerd en in de studio opgenomen. En zo is het eigenlijk vrij makkelijk tot stand gekomen. Als je niet het budget hebt om meteen een heel symfonieorkest in te huren, en die klanken hoorde ik eigenlijk, groot orkest, veel strijkers, veel fluiten, veel blazers. Ja, dan moet je dus een beetje gaan schipperen, gaan woekeren. Maar dat heb ik wel meer bij de hand gehad. Dan neem ik een vrij kleine bezetting, bijvoorbeeld een paar blazers. Één horen en één fluit, om maar op voorbeeld te geven. En die dub ik dan over elkaar heen. Dus ik speel eerst de opname in met één horen en één fluit. Dan spelen diezelfde twee instrumenten spelen nog een keer. En die spelen nog een keer en nog zelfs wel vier keer. Zodat je uiteindelijk vier fluiten en vier horens hoort. En dat is natuurlijk een stuk goedkoper, want je hoeft maar één muzikant te betalen. In plaats van vier of van acht. Of met violen 12 of 18. Prachtige vleugel stond in de studio. En er zit één gedeelte in waar de piano ook een bepaalde solo heeft. En die heb ik ook zelf ingespeeld. Ja. Dus ik hoor ook als ik door de attractie ga, hoor ik mezelf weer spelen. Dat is ook weer leuk. Toen ik een proefronde maakte, een proefvlucht zal ik maar zeggen, want het heet niet van niks Droomvlucht, was ik al enorm geïmponeerd door de hele vormgeving. En toen ik alles uiteindelijk bij elkaar zag, dus muziek en geluid en de beelden uiteraard. Ja, toen was ik echt, zoals een heleboel mensen, was ik zeer geïmponeerd. Ik vind het toch steeds een van de mooiste attracties hier van de Efteling en ook een van de leukste waar ik muziek voor heb gemaakt. Jaren later, toen de musical Droomvlucht ontwikkeld werd, maakte componist Martin Lingnau dankbaar gebruik van de thema's die Ruud voor de attractie schreef. Toen de musical in première ging, was Ruud ook uitgenodigd om te komen kijken. Ik was bij de première en vond ik prachtig. Ja, ik vond
Er was een andere componist aangenomen om daar de muziek voor te maken. En vond dat hij het prachtig heeft gedaan. En hij heeft nog twee thema's van mij uit de attractie heeft hij erin verwerkt. En dat vond ik heel mooi. Ik heb hem ook na afloop gecomplimenteerd. Ik vond het een buitengewoon mooie productie. Mooi vormgegeven. Ik vond het decor prachtig. Ik vond het verhaal leuk. Nee, ik vond het heel positief. De volgende attractie op de planning was Villa Volta. Een oud principe in een modern jasje. Ook hier werd Ruud al in een vroeg stadium gevraagd om een thema te bedenken. Nou, weer zoals het bij alle andere attracties ook ging, op de tekentafel. Dat zijn we van plan. Zo gaat het er ongeveer uitzien. Denk eens na over een thema, over welke muzieksfeer erbij hoort. En dan ontwikkelt het zich eigenlijk. Dan begint het eerst via tekeningen en schetsen, bouwtekeningen. Dan wordt mij uitgelegd wat ongeveer de ervaring is die je ondergaat als je erin zit. Ik moet zeggen, dat klopt nogal vrij imponerend. Er werden zelfs vergelijkingen met G-krachten in een straaljager bijgehaald. Hoeveel G-krachten kan een menselijk lichaam gemiddeld doorstaan? Want daar moesten de constructeurs van deze attractie rekening mee houden. En dat er niet als van mensen kotsmisselijk spugend uit zou komen wandelen. Want dat is natuurlijk geen reclame. Dus je moet net iets ondergaan wat de grens van houdbaarheid niet overschrijdt. En dat vond ik wel heel interessant. Toen ik de attractie voor het eerst ging ondergaan, zonder muziek nog, toen was ik al buitengewoon geïmponeerd door dat effect van die tegengestelde krachten. Dus het lijkt alsof je over de kop gaat, maar het is gewoon, jij gaat naar beneden, maar de tegenovergestelde wand gaat omhoog en dat versterkt als het ware dat effect. Ik vond het buitengewoon fascinerend. Ja. Ik heb geen rekening gehouden met de beweging, want dat is dus nogal moeilijk. Maar ik ben ervan uitgegaan dat het begint rustig. Je gaat zitten, het licht gaat uit. En dan langzaam maakt zich een emotie van je meester. Wat gebeurt er nou? Ik ga achterover. Dus dan gaat de muziek meer up, naar een soort climax. En uiteindelijk door de modulatie nog hoger, nog meer spanning, nog meer climax. En dan zakt het weer naar beneden. En dat kun je van tevoren bedenken. Daar hoef je niet rekening te houden met het feit dat je of naar beneden of naar boven gaat. Herkenbaar voor deze attractiemuziek is het typerende drumritme dat op een simpele manier is ontstaan. Nou, ik heb één basisritme bedacht. En toen in de studio dacht ik, eigenlijk is dat nog niet voldoende. Dus heb ik dezelfde drummer nog over dat ritme met andere trommels iets heen laten dubben. Dus het zijn er dus eigenlijk twee. Wat de goede verstaander duidelijk kan horen. Hè? Jij hebt dat waarschijnlijk ook al gehoord, dat het er twee zijn. Ja. Maar dat geeft een heel erg goed effect, vind ik. Ik had een vrouwenkoor. Want ik wilde van het begin af aan ook al een koor bij. Want dat hele verhaal over de bokkenrijders, daar voelde ik iets in van een massale groep mensen die ergens naar optrekt. Dus ik dacht, ik wil ook menselijke stemmen daarbij. Dus ik heb daar een koor aan toegevoegd. En toen heb ik in het begin van de muziek heb ik dat koor
een loopje naar beneden laten neuren je. Dus... En dat heb ik de band omgedraaid en dan gaat het omhoog. En, maar dat is een heel apart effect. En dat kun je duidelijker ook in terug horen. De mensen die denken van, hoe zou je dat gedaan hebben? Nou, dan heb ik het dus nu verklapt. In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Zo begint de eerste voorshow. Om een bepaalde spanning op te wekken bij het publiek, schreef hij ondersteunende muziek voor de beide voorshows. Daarvoor liet hij zich leiden door de dialogen. Ik heb de dialogen op papier gekregen. En ik heb natuurlijk eerst het thema voor de hoofdshow bedacht. En dan krijg je ook, dat is eigenlijk altijd in een later stadium, maar je moet ook nog iets voor de voorshows bedenken. Hè? Dat zijn in dit geval zijn dat twee fases. En ja, ik heb het nu weer even teruggehoord. Toen kwam het weer allemaal terug bij mij. Ik heb natuurlijk regelmatig gebruik gemaakt van de thema's die ik in de hoofdshow heb gebruikt. Maar daar een aantal effecten aan toegevoegd. Want mijn muziek moet de dialoog natuurlijk niet in de weg zitten. Hè. Dat verhaal van de bokkenrijders, dat moet overeind blijven. Dus ik heb daar wat eigenlijk heel simpele effecten zijn. Een vibrafoon, hoge strijkers die een lange toon aanhouden. Dus een soort suspense kweken. En dat heb ik onder het verhaal gelegd, waardoor het toch een bepaalde impact heeft. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Hugo, de bokkenrijder. Het was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. De opname van Villa Volta is uiteindelijk gebeurd in Ventelsound in Loenen. Ik weet niet of ik nu te veel in details treed, maar uiteindelijk klinkt het heel erg groot. Maar het is altijd een kwestie van dubben. Dus je begint met een paar muzikanten, meestal de ritmesectie. En daar dub je dan de blazers en de strijkers overheen. En uiteindelijk het vrouwenkoor. En dan is de bedoeling dat het heel mooi groot symfonisch klinkt. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld Vogelrok, dat is met één groot orkest in één opgenomen. Maar ook Droomvlucht en Villa Volta is allemaal bij wijze van spreken bovenop elkaar gelegd. Van verschillende muzikanten, dat zijn freelance muzikanten, dat is niet een bestaand orkest. Dus je kiest de beste fluitist, de beste slagwerker, de beste bassist en zo stel je dan een orkest samen. Thank you.
Het laatste project dat Ruud voor de Efteling uitvoerde was Vogel Rock. Een achtbaan in het donker met eigen ritmuziek. Dit idee werd voor het allereerst toegepast in Disneyland Parijs bij de attractie Space Mountain. Toen ben ik een weekendje naar Disney Parijs geweest en daar in de attractie Space Mountain gegaan. Zeer tegen mijn zin, moet ik zeggen, want ik ben helemaal niet van de achtbaan en dergelijke. Ik heb daar ook met mijn ogen dicht ben ik daar doorheen gegaan. Maar ik moet wel zeggen, het heeft me wel geholpen ook bij het maken van de muziek. Met die verstande dat ik in de muziek ook iets van die spanning en die sensatie heb proberen te verklanken. Wat je doormaakt als je in zo'n attractie zit. En het is een van de weinige attracties waar ik meteen na dat ik uit Space Mountain kwam, buiten stond, al in mijn hoofd ongeveer een thema had en hoe het ongeveer moest klinken. Dus wat dat betreft, ik heb het niet graag gedaan, maar het heeft wel geholpen. En toen kwam ik natuurlijk hier op de Efteling terug om over mijn ervaringen te vertellen. En toen zeiden Ton van der Ven en Lex Lemmels, ja, maar nou moet je ook een keer gaan proefrijden in Vogel Rock. En zeg ik, ja, moet dat, want ik ben al in Space Mountain geweest. Ja, nee, maar als je hier muziek voor gaat maken, dan moet je toch ook wel ondergaan eerst hoe het allemaal in elkaar zit. En bovendien, er zit na zoveel tijd zit er een grote vogel of je gaat door iets heen en voor de timing is het toch wel goed als je dat ervaart. Nou, tegen heug en meug ben ik er ook weer ingegaan, heb het doorstaan en heb toen op aanwijzingen van Ton en Lex een soort timetable gemaakt van nou, hoeveel seconden moet de muziek een beetje harder worden of spannender worden. En hoe lang duurt het van het begin dat je erin gaat tot het eind? En zo heb ik het eigenlijk in elkaar gestoken. Ja, je krijgt een bepaald budget. Daar wil je een bepaald soort muziek voor opnemen met een bepaalde bezetting. En dan ga je kijken, wat is haalbaar? Wat als ik het met freelance muzikanten opneem? 20, 30, wat kost me dat? Een compleet orkest, wat kost me dat? En ja, het is altijd een kwestie tussen prijs en kwaliteit. Waar vind ik voor een redelijke prijs een kwalitatief goed orkest? En toen ben ik via bij het Vlaams Symfonieorkest terechtgekomen en die hebben dat fantastisch gespeeld. Gaat altijd uit van de hoofdattractie. Hè? En daarna, ja, maar er moet ook nog iets bedacht worden voor de wachtrijen. Hè? Want er staan zoveel mensen te wachten en die moeten niet in doodse stilte staan. Dan moet er een muziekje klinken wat een beetje aantrekkelijk is en misschien ook al vooruitloopt op de attractie zelf en de muziek die daarbij ten gehore wordt gebracht. En ik heb de wachtrijmuziek van de Efteling, van Vogel Rock, heb ik thuis nog wel eens teruggedraaid en daar ben ik erg tevreden over, als ik het mag zeggen. Ja. Ik ben natuurlijk ook in de loop der jaren wel eens terug geweest en iedere keer als ik daar doorheen liep dacht ik,
Nou, Bos, dat heb je toch wel aardig gedaan. Ja, met vrij simpele middelen toch wel iets leuks bedacht. Ik ga hier niet in. Nee. Ik herinner me dat ik toen de eerste keer, toen het helemaal klaar was, dat ik aan mijn zoon, die ook muzikant is, Ruud-Jan, heb gevraagd. Ruud-Jan, ik voelde niet zoveel voor om daarin te gaan, maar zeker niet een paar keer. Ga jij nou mee en vertel jij vanuit jouw know-how als muzikant, maar ook als objectieve luisteraar en degene die dat ondergaat, wat jouw gevoelens erover zijn. En ik ben er geloof ik toen één keer in geweest en hij een paar keer. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Misschien mag ik nog een anekdote hier aan toevoegen. Ik zit wel eens op YouTube te kijken en ook natuurlijk naar wat ik zelf gemaakt heb, wat is opgeslagen. En wat hebben de mensen allemaal onthouden en vinden ze de moeite waard om ook weer op YouTube te zetten. En toen kwam ik een filmpje tegen. En dan zie je in beeld alleen maar de toetsen van een piano en een paar handen. En de persoon, ik wist op dat moment niet of het om een man of een vrouw, een jongen of een meisje ging. Die speelde ook onder andere de thema's die ik bedacht had voor de voorshow van Vogel Rock. Uit het hoofd, want ik zag geen muziek op de lessenaar, op de piano. Trouwens, de piano was ook open, de klep was eraf. En het was zo ontzettend goed gedaan. En ik ben altijd daar heel erg door geïntrigeerd geweest. Ik denk, dat moet een heel muzikaal iemand zijn die alleen op het gehoor, natuurlijk staat de muziek op cd, maar dat kan naspelen. En vrij nauwkeurig ook. Dat vond ik heel erg knap. Ik wil vanaf deze plaats degene die dat gedaan heeft, gespeeld heeft, wil ik ook complimenteren. Vogel Rock het laatste werk van Ruud is dat te horen valt in het park, maakt hij nog een opzet voor de eerste parkmuziek die verder nooit is uitgewerkt. Ja, dat is altijd een teleurstelling. Want je legt natuurlijk van het begin af aan je ziel en zaligheid in iets. En je denkt, zonder nou naast je schoenen te gaan lopen, van wat ik nu heb gemaakt, dat is helemaal het einde. En dan zegt er iemand, nee, dat vinden we toch niet zo leuk of niet zo geschikt. Ja, dat is even slikken. Ja, it's all in the game. Naast attractiemuziek voor de Efteling heeft Ruud ook vele films en series van muziek voorzien. Hoewel het totaal andere media zijn, blijken er wel degelijk parallellen met attractiemuziek. Allebei illustreren ze een beeld. Je ondergaat visueel iets en je hoort daar muziek bij. En naar een film zit je naar een beeld te kijken en je hoort daar muziek bij. En die muziek moet het beeld eigenlijk versterken of benadrukken. En dus wat dat betreft zit er absoluut een parallel. Ik luister heel veel naar klassieke muziek. En ik denk dat het ook in een gedeelte van mijn werk wel terug te luisteren is. Ik denk toch ook in Droomvlucht en in Villa Volta. Daar zitten toch min of meer wat serieuzere klanken en orchestraties. Maar ik denk dat mijn oorsprong de jazzmuziek is. Ik ben al van kind af aan een enorme jazzfreak, zal ik maar zeggen. En dat waren ook mijn allereerste grammofoonplaten. Errol Garner was een van de eerste. Stan Kenton, Woody Herman,
Dat herinner ik me nog wel heel goed. Ruud heeft vele topattracties in de Efteling van muziek voorzien. Het kiezen van een favoriete melodie is dan ook geen makkelijke opgave. Nou, ik weet niet of ik één melodie heb die favoriet is. Ik ben een enorme fan van de attractie Fata Morgana. En daar zitten natuurlijk verschillende muzieken in. Maar ik vind, los van alle andere attracties hoor, want ik vind Villa Volta ook geweldig. Maar Fata Morgana in zijn geheel. En dat begint eigenlijk al, maar goed, dat is heel persoonlijk, op het moment dat je de eerste jungle binnenvaart in het bootje. De muziek die je dan hoort. Dan zit ik meteen in die hele sfeer en dat vind ik zo mooi, nog steeds. En ik hoop maar dat andere mensen dat ook zo ervaren. Misschien even tussendoor vertellen dat ik werd een keer opgebeld door een Amerikaan, geloof ik. En die vertelde mij, en dat wist ik helemaal niet, dat er een groepje fanaten bestaat in de wereld. Een groepje attractieparkfanaten. Die de hele wereld overreizen om attractieparken te bezoeken. En die zei dat er een enquête was gehouden in Amerika over de mooiste muziek bij een attractie. En dat de muziek, mijn muziek uit Villa Volta, op nummer 1 was gekomen. Dus ja, dat is natuurlijk buitengewoon compliment. Net nog kreeg ik, omdat ik via Facebook had bericht dat ik hier bezig was te filmen en geïnterviewd te worden over muziek die ik had gemaakt, kreeg ik van collega's al te horen hoe zeer ze erop gesteld waren. En een jongen, Jeroen Gullekers, die heeft een accordeonorkest, die heeft Villa Volta daarmee ook opgenomen. Dat concert heb ik bijgewoond. En zo zijn er ook diverse harmonie- en fanfare-orkesten die gearrangeerd hebben, muziek die ik heb geschreven. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en als het resultaat ook nog mijn goedkeuring kan wegdragen, dan is dat natuurlijk ontzettend leuk. Want ik beschouw het als een compliment als mensen iets mooi vinden en dat oppikken en daar verder weer wat mee gaan doen. Ik denk dat alle keren dat een attractie ging draaien en dat dus alle elementen bij elkaar kwamen, hè, de vormgeving, het visuele, de muziek, en dat voor de allereerste keer ondergaan en dan, wat ik er straks vertelde, dat je dan de sensatie hebt van dat heb ik allemaal in mijn hoofd gehad, opgeschreven, tot klinken gebracht en nu komt het allemaal als een soort explosie samen. Ik denk dat, en dat zijn verschillende momenten geweest, dat zijn wel hele leuke herinneringen hier aan de Efteling. Nee, dit had ik voor geen goud willen missen, omdat het mij ook weer verder heeft gebracht. Je moet als, het klinkt allemaal erg hoogdravend, maar als je creatief bent, of je nou schilder bent of dichter, je moet nooit stilstaan. Je moet altijd proberen om jezelf te verbeteren, om verder te kijken over je eigen horizon heen. En wat dat betreft is al het werk wat ik voor de Efteling heb gedaan, ook voor de rest van mijn loopbaan, van onschatbare waarde geweest. Lex en Tom, heel trots dat ik me met dit illustre tweetal mag scharen. Dag jongen. Het is goed jou te zien. Ja, enig. Hey, dat je wel meer gehoord zult hebben. Maestro. Nee. Al als enige. Ja? Niemand heeft het nog tegen mij gezegd. Maar mijn dag is nu weer goed. Mijn dag is nu weer goed. Wat heeft niemand tegen jou gezegd? Maestro. Ruud is naar binnen gehaald door Lex. En dat is een gouden greep geweest.